En ben benieuwd of je mijn kopje nu lekker gaat vinden. En dan gaan we langzaam klaarmaken voor vanavond. Maar dat kan ik jullie wel vertellen. Vanavond dan ga ik nu klaarmaken om naar Rotterdam toe te gaan. Dus dat is 2 weken geleden dat ik hier laatst naar Rotterdam ben geweest. Bij... Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En het is al bijna 9:30. En ik heb lekker wel een wekker, stond wel een wekker aan. Oh, dan ben ik zo wakker geworden. Dus daardoor ben ik ook vroeg wakker. Ja. Maar wel lekker. Want dan kan ik lekker op tijd wakker worden. En ik hoop dat eigenlijk die koffie eigenlijk nu wel lekker is. Oh, ga ik dadelijk nog even was opnieuw aanzetten. En editen. En dan voor de rest zien we wel wat er gaat gebeuren. In mijn geval, ik ga ook vandaag weg. Waarheen ga ik jullie allemaal morgen zien? Morgen zien? Zeg ik nou weer, ik moet echt wakker worden. In ieder geval vandaag zien, dat zou ik zeggen. In ieder geval, even lekker wakker worden. Even douchen, aankleden. Dus laten we dat nu doen. Zo, en dan ben ik aangekleed. En wel, wat ik nu ga doen is lekker computer aanzetten. En me wakker worden. Maar het is tijd om de radio aan te zetten. En ben benieuwd of je mijn kopje nu lekker gaat vinden. Al was het gisteren geprobeerd. Voor de mensen die gekeken hebben. Vond ik mijn koffie zo smerig. Maar ik heb de beeld niet laten zien. Maar erbij was nog niet echt te drinken. Maar we gaan nu op tweede poging proberen. Want ik heb nog daarna ontkalken gebruikt. Dus we gaan even proberen. Maar voordat we het gaan proberen, ga ik eerst even Ganja eten geven. Want die hebben ook trek. Hé, jongen. Ja, hè. Zo, gaan we jou even eten geven. Oh, en even lekker wakker worden. Want net ik werd weer geslapen, hè. Dikke neters. Heerlijk, of ik in dromenland was. Zo voelde ik me. Alsjeblieft, hoor. En dan ga ik tussentijd lekker koffie zetten. Dus dat gaan we ook maar even lekker doen. Een bakje kleur voor goed nummer, voor geen gezeur. En we gaan even kijken of dit doet. Ik hoop het wel. Het zou mooi zijn, eigenlijk. Het zou mooi zijn als je het gewoon doet. Maar dan moet ik wel wat water vullen. Gooi ik even hele nieuw water in. Zo, water gevuld. Ik ben benieuwd of die nou goed is. Doen we ook even koffiekring erin. Hij loopt het voort van wel nog vast. Maar ja. We gaan even zien. Rolgordijnen dan maar even lekker open doen. Ik ben benieuwd hoe de wind is. Maar hij ziet er wel prachtig uit. Oh, wat is dit dan weer van mijn handen. Maar ja, het zal wel. In ieder geval even een bak koffie. Kijken of het goed smaakt nu. Ik hoop dat het goed is. Hoe het goed gaat. Dan laten we dat zeggen. Ik heb al een paar koffies al weggedumpt. Al 2. Dat is ook wel eigenlijk zonde van mijn koffiefilters. Maar we gaan het zien. Nou, in ieder geval, we gaan het proeven. Tussentijd dadelijk even lekker editen. Koffietime. Ik ben benieuwd of het gelukt is. En dan lekker koffie drinken. Met een bakje pleur van goeie meur van geen gezeur. Wat allemaal standaard wordt is. Ja. Zo. Hoppakee. Suiker in gedaan. En gaan we zo meteen proeven. Smaakt gewoon niet. Ik weet niet waar het door komt, maar ik bouw hiervan. Ja, oh, dat was niet te drinken, jongens. Ik weet niet hoe het komt, maar nee, het is gewoon niet hoe het hoort in een koffieapparaat. Ik denk ik binnenkort maar een nieuwe kopen. Ik heb nog die andere. Ja, we gaan het zien. In ieder geval maar even editen.
En dan gaan we langzaam klaarmaken voor vanavond. Maar dat kan ik jullie wel vertellen. Vanavond is er weer een wedstrijd in de planning. Feyenoord Groningen. Ik ga natuurlijk heen, zoals jullie allemaal weten. En dus gaan we er klaar voor maken. En dan gaan we richting Rotterdam. Vanmiddag. Ja, vanmiddag al, want uur of drie ga ik al die kant op. En dan gaan we zien hoe het verder gaat wel komen. Ik ga samen met iemand. En wie gaan jullie zo meteen denk ik al zien. Als ik niet vergeet, soms vergeet ik al wel te vloggen. Dus in ieder geval, meestal doe ik dan gelijk dat ik in de Kuip ben. In ieder geval, ik ga even naar klaarmaken. Even alleen even testen of dit wel warm genoeg is wat ik heb. Ik heb een joggingbroek aan en gewoon een shirt. Dikke wel een vestje. Dus we gaan even kijken of het warm genoeg is. Dus we gaan het even kijken of het warm genoeg is. Dan ga ik nu klaarmaken om naar Rotterdam toe te gaan. Dit is het 2 weken geleden dat ik hier laatst naar Rotterdam ben geweest. Maar ik dacht, ik ga er toch maar heen. Ik heb erna zitten denken of ze wel gaan of niet. Maar ik heb toch na zitten denken om toch te gaan. Al is het nu als ik kijk, donkere lucht weer. Dus het ziet er niet goed uit dat het gaat regenen lijkt mij. Maar ja, ik hoop het niet. In ieder geval, we gaan klaarmaken richting Rotterdam te gaan. En lekker de wedstrijd te genieten. Feyenoord Groningen. Een oudspeler. Ik ga dit liedje zingen. Ik denk dat jullie het al van me kennen. Ik vind hem nog steeds lachen. Ik zag het trouwens op TikTok. En toen zei die supporters, deden wij zelf verzonnen. Nou, lachverwekkend. Dat is totaal niet zo. Want het was al toen hij bij Feyenoord speelde. Het is Mano. La 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 la. Ja la 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 la. Mano. Ja. Dus die, als het goed is speelt hij, denk ik. Maar dat gaan we zien. En ik ga maar dan klaarmaken om daar richting Rotterdam te gaan. Met een paar anderen. Lekker alles uitdoen. En dan ga ik vertrekken naar Rotterdam. Naar Alek. Nou ja, laten we dat doen. In ieder geval richting Rotterdam. Thank you.
Gooi de tin omhoog, Hoekje. Come on!
we blijven nu gaan. De lans zijn eruit.
Ontrand, kameraden, ontrand. Fijne tijd. Geen woord in mijn taten. Nee, fijne tijd. Tweede doelpunt dat hij nog zat, ook nog, en het goedkeurde, maar helaas was hij afgekeurd, die tweede doelpunt. Het was wel balen en jammer, maar ja, het is niet anders. In ieder geval, ik ga even rustig terugkijken, denk ik. En dan, maar even lekker relaxen, even bijkomen van wedstrijd en even lekker opwarmen. Oh, het is bij de gloed koud. Niet normaal. Oh, even computer opstarten. Wat ik ook ga doen is even... lekker radertje nog aanzetten, al is het nu tussentijd. Nu over 10 minuten 12 uur. Oh, ik ga in ieder geval even lekker bijkomen. Maar er waren ook dingen gebeurd, achter het scherm iets gebeurd, maar ja. Echt, sommige mensen kunnen niet gedragen eigenlijk. Het is natuurlijk alleen maar ruzie en denk ik van waar hierom. Want ik kan wel even een verhaal vertellen wat er is gebeurd. We waren in de trein toevallig. Ik dacht, zou ik het filmen of zou ik het niet filmen? Eigenlijk heb ik wel spijt dat ik niet gefilmd had, want die had lekker op YouTube. Eigenlijk ben ik niet zo, maar je kan zo niet met elkaar omgaan. Er is ook iemand meegeweest van ADO supporter in de Kuip. Oké, dat kan. Maar er gaat een zo'n gozer, ik wil geen namen noemen, gaat helemaal tekeer op degene omdat hij van ADO is. What the fuck? Het slaat helemaal nergens op eigenlijk. Maar ja,
Ik ga ook geen namen noemen voor zekerheid. Het is tijd dat Ganja helemaal mijn aandacht te vragen hier zo. Hè? Blij dat ik weer thuis ben, jongen? Kom eens. Kom eens. Kom eens. Hé, hey. Kom eens. Hé, hey. Hallo. Hé, hey, Poefie. Hoe is het nou met jou? Ben je blij dat ik weer thuis ben? Hé? Hey? Ja. Ben je blij dat ik thuis ben? Hé? Hey? Ja, hè? Jij bent blij dat ik thuis ben, hè? Hé? Hey? Heb je me gemist? Ja, hè? Ik hoor het al aan. Je zit gelijk al te spinnen. Maar ja, dat dus was even het verhaal. Ik heb even kort een kwijt, want ik vind het alleen nergens op staan. Ik ga in ieder geval nu even lekker bijkomen. En dan lig ik lekker al lekker in mijn bedje. Ga ik klaarmaken om lekker te slapen. Al is het nu bijna 3 uur alweer. Ik heb even dingen relax achter de computer gedaan. Even bijkomen van de kou. Oh, wat schrikkelijk. Maar ja, en ook een beetje bijkomen van de wedstrijd. Maar in ieder geval lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. En lekker slapen. En dan ga ik hier lekker vlog bij afsluiten. En ik in ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. Dan zeg ik alvast veel kijkers in een gloednieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters! En ik kan het blijven zeggen, maar kijk er daar uit. En ik kan wel vertellen wanneer het gaat gebeuren. Zo, dat ziet er dan weer wat frisje uit, vind ik. Even lekker gedaan. Maar dan zie ik er niet zo random lekker buiten te kijken. Helemaal proberen schoon te maken.